Rachel, vertel eens hoe het is gekomen. Een cabaret- en popfestival in een garage. Hoe is het gekomen? Nou, we hebben vroeger natuurlijk altijd het Oranjefeest in Baken georganiseerd. Dat werd eigenlijk zo groot en zo risicovol dat we hebben beslist om daar eens mee te stoppen. Nou, dat is 3 jaar geleden. En ja, het bloed gaat toch wat niet kruipen kan. We willen toch wel graag iets organiseren. En daarvoor willen we het gewoon kleinschalig doen. Dus voor een beperkte hoeveelheid mensen. Dus maximaal 400 man. En dan vooral ook heel erg persoonlijk en vooral wat we zelf heel erg leuk vinden. Zeg maar, 24 uur geleden stonden hier nog aan auto's te sleutelen. En over 24 uur moet dat ook weer kunnen. In de tussentijd hebben we een feestje. En er zijn een stuk of 25 man die ervoor hebben gezorgd dat dat mogelijk is. Ik zou best in de Tweede Kamer kunnen werken, maar dan wel als geluidsman. Zou ik iedere keer, als Geert Wilders naar de microfoon op, zou ik gaan kutten met het geluid. Als hij naar de microfoon laat, is gewoon dit. Ik zou het kunnen zeggen, allemaal elkaar doen. Maar ja, nog ben ik zeker dat er geen wilde stemmen zullen zijn die zeggen ja, hij zegt wel precies wat ik denk. De garage is toch een vreemde plek. Je zou eerder verwachten in een sporthal of in het Brochhuis of zo. Dus waarom hebben jullie gekozen voor deze locatie? Dat is eigenlijk tweeledig. We wilden eigenlijk op kleinere schaal. Dus een sporthal is natuurlijk heel erg groot. Dus dan praat je meteen over een hele grote hoeveelheid toeschouwers die er moeten komen en meteen ook een groot risico. Het parochiehuis is ook een leuke locatie, alleen daar kunnen we niet de mensen kwijt die we eigenlijk dan willen uitnodigen. Het grote voordeel van deze locatie is dat we dus voldoende kantoren hebben, voldoende faciliteiten zoals water, stroom, krachtstroom. En de ruimte waar je het feest dus in kunt houden. Het feest heet Festival. Feest en fall, dat heeft betrekking op najaar misschien. Betekent dit misschien dat jullie dit elk najaar willen gaan doen? Dat is een hele grote kans dat we dat gaan doen, ja, want het is eigenlijk heel erg succesvol gebleken. Dat is voor ons een reden om het zeker weer vaker te gaan doen. Oké, Marcel. Het was inderdaad een hartstikke leuk feest en we hopen dat we volgend jaar weer opnieuw terug kunnen komen. Goed zo. Bedankt. Nou, welkom.